2016 wordt het jaar waarin de stad het wonder van Eindhoven viert. Dat zei burgemeester Van Gijsel in zijn toespraak bij het nieuwjaarsconcert voor alle Eindhovenaren in het muziekgebouw. Op 14 en 15 mei dit jaar wordt het wonder van Eindhoven gevierd. En er is ook wat te vieren. Philips bestaat dit jaar 125 jaar, de TU 60 jaar en het Evoluon 50 jaar. En het thema van dat feest wordt de toekomst. Symboliek van het wonder van Eindhoven is dat het ondernemingsgeest van het verleden, zoals dat door onder andere Anton Philips hier is ingebracht, jonge bedrijven op de dag van vandaag in onze regio inspireert en stimuleert innovatieve producten voor morgen te maken. En niet alleen de burgemeester, ook de meeste Eindhovenaren kijken met gepaste trots en met frisse moed vooruit naar het komend jaar en naar onze stad. Allerlei nieuwe projecten. De Strijp Est ontwikkelt zich als een gek eigenlijk. En ja, ik denk dat er wel een trekker is voor vooral jonge mensen. Er wordt heel veel gedaan, laat ik het zo zeggen, op allerlei vlakken. Voor de publiek, voor de inwoners. Omdat er heel veel design extra is. Er is steeds meer te doen allemaal, wat heel veel mensen van buitenaf aantrekt. Het heeft een campus vlakbij. Ja, de voortvarendheid van de activiteiten voor Rob Van Gijsel. Jammer dat hij weggaat, maar afwachten wie de opvolgers zijn en wat in zijn of haar pakket zal zitten. Ja, PSV is kampioen geworden. Of die zit in de Champions League, dus dat was mooi. Ja. Er is heel veel gebeurd. Er is qua gebouwen heel veel gebeurd. Ik denk nu ook de hele ontwikkeling van Strijp S. Het Natlab, noem maar veel dingen op. En ik denk, een fantastische stad om te wonen. Ik zou hier niet weg willen. En namens het gemeentebestuur van Eindhoven en natuurlijk de directie van het muziekgebouw heet ik u allen een heel mooi en heel uitdagend en een gelukkig en vooral ook een gezond 2016 toe.